Hey, leuk dat je een video kon kijken met vandaag een kleine sneeuwmeel en gemaakt van 1 vel 30 bij 30 centimeter. Mijn naam is Belinda, dit is het knutselkanaal Creablom. En vandaag gaan we weer eens verder met de rubriek of het onderwerp. Wat kun je maken van een 30 bij 30 vel? En 30 bij 30 centimeter, dat zijn die vellen die in zo'n designblok zitten. Bijvoorbeeld van de Action, maar je hebt ze natuurlijk van de A-merken ook. Maar dit is een Actionblok en deze vond ik zo leuk. Met al die mooie pussy plaatjes erin. He, maar ik gebruik vandaag niet zo'n heel druk vel. Omdat ik zoiets had. Hey, dan is het wat moeilijker te zien wat ik aan het doen ben. Maar die blokken kun je dus voor iets van 2 euro of 2,29 euro kopen bij de Action. Hey, en dit is wat ik zag bij verschillende Engelse YouTubers. Wacht, ik heb het draadje eraan vastgemaakt, dus dan moet ik niet aan gaan lopen pieren. Het is een 3-vax envelop. En je kan hem zo open doen. Dan heb je hier een vakje. En dan heb je hier een vakje. En dan denk je, Belin, je zei een 3-vax. Ja, dat klopt. Want er zit hierboven ook een vakje. Waar je bijvoorbeeld hele leuke washi-tape samples, deze hebben gekregen, in kan doen. Maar ik heb even voor het voorbeeldje die er even in gedaan. Je kan hem vastmaken met een touwtje, maar je kan natuurlijk ook een andere sluiting eraan doen. Bijvoorbeeld van klittenband of wat anders. Ik ga uitleggen hoe dit in elkaar zit. En dat ga ik voor de camera even niet doen met een 30 bij 30 vel, maar met een 20 bij 20 vel, omdat het dan wat beter te zien is voor jullie. Maar je kan daarvoor dus het 30 bij 30 vel gebruiken. Het voorbeeld is wel het 30 bij 30 vel. En voordat we beginnen zal ik ook nog even uitleggen wat je ervoor nodig hebt. Je hebt ervoor nodig een schaar. Ik heb een fantasieschaar gebruikt. Je hebt even iets nodig waarmee je de randen heel goed stevig kunt vouwen. Dus de randen die je hebt gevouwen, dat je ze stevig kunt aandrukken. Dat kun je met zo'n boonding doen. Ik ben daar gewoon niet in thuis. Hè. Ik gebruik gewoon dus even de zijkant van mijn schaar daarvoor. Maar hey, het is maar net wat je zelf prettig vindt. Dat heb je dus nodig. Dubbelzijdig tape of lijm. En eventueel bijvoorbeeld een draadje. Wat je verder nodig hebt, is iets wat je kan gebruiken om een half rondje te maken. Ik gebruik daarvoor bijvoorbeeld zoiets, maar je kan ook iets anders pakken. Maar je kan ook bijvoorbeeld natuurlijk een, hoe noem je dat? Nou, zo'n knipper waarmee je een gaatje erin, een stans, nee, het heet een pons. Een pons, ja, Belin, een pons. Maar in ieder geval, die kun je dus ook gebruiken. Nou, dat allemaal gezegd hebben, laten we aan de slag gaan. Je hebt dus een papier van 30 bij 30 centimeter. En dan is het de bedoeling dat je die één keer naar het midden vouwt. Zo. En ik doe dus dan even het randje goed. He, dat hij zo goed op elkaar zit. Dan draai je hem even om. Er zijn bepaalde vellen die natuurlijk een bepaalde opdruk hebben. Waarbij je goed moet letten wat de bovenkant is. Hou daar rekening mee. He, want je hebt hem nu omgedraaid. Dat het dit dus, he, de achterzak. Dat klinkt heel raar, maar dat die dus aan deze kant komt, hè, dus dat de opening aan deze kant zit. Dan vouw je het papier naar boven en dan hou je 1 centimeter even van de rand. Hou je over, dan doe je een vouw
Dan vouw je het papiertje weer terug. En dan hou je ook even een klein stukje over. He, dan heb je dus zo de vouw. En de bovenste gedeelte. Ja, je hebt nog steeds hier de opening. De bovenste gedeelte vouw je er overheen. Maar wat ik dan leuk vind dat je drie laagjes krijgt, is dat je hem dus net erboven vouwt. Dus dat je twee keer, nou dit is dan bijvoorbeeld een centimeter, dat je dus twee keer hem zo vouwt. En dan heb je dus één. En dit wordt een tweede pocket. En hier komt dan de derde pocket. Dus zo heb je hem dan. Wat even belangrijk is om te doen, is dat je eventjes een kruisje zet. Als je dus, je hebt zo het hele vel. Je hebt toen één vouw naar boven gedaan. Toen heb je één vouw weer even naar beneden gedaan. Waardoor je hier dus een stukje overlaat. En dan is het de bedoeling dat je hier even een kruisje zet. Want dit knip je zo even af. Nou, en dan heb je dus deze nog gevouwen. Dat is het tot nu toe. En dan doen we hem even open. En dan zie je meteen waar je het kruisje neer hebt gezet. Want dit vak knip je uit. En wat ik wel handig vind, is om hem net iets groter te knippen. Hè, zodat het vakje iets open springt. Als je het leuk vindt, kun je dit vakje kun je bijvoorbeeld met een ribbelschaartje. Nou, ik doe het nu dan even met bijvoorbeeld de zigzaag. Zo. Laatste stukje doe ik even met een gewone schaar. Zo. Dan heb je een leuk randje hier. Ja, dus dan heb je even kijken. Hoe doe ik dat? Ja, en straks kun je deze ook nog eventjes gaan knippen. En deze kun je ook knappen. Maar nu heb je een heel grappig vakje al gemaakt. Hey, ik laat het even zien. Wat ook belangrijk is, dat je hier, hè, zoals het achtervak heeft. Ik maak er even een ronding in, zodat je makkelijker wat je erin steekt eruit kunt halen. Anders loop je zo te pieren en maak je heel snel het papier stuk. Nou is het wel handig om even te kijken, hey, wat is daarvan een mooie afstand? Ik pak dan gewoon altijd iets wat een ronding heeft. Moet je helemaal zelf weten. Misschien wil jij wel een vierkantje of een pijltje weet ik wat voor afbeelding jij wil. Ik doe deze. Maar wat je ook kan doen is dat je hem gewoon, ik knip dat nu even zo, omdat dat je hem gewoon van hoekje tot hoekje knipt. Moet ik hem natuurlijk wel een beetje recht knippen. Oh, dit gaat natuurlijk niet zoals ik wil. Nou, dan ga ik hem toch nog eventjes. Kijk, deze is toevallig hoekje tot hoekje. Dus dan kan ik hem mooi zo doen. En nou is die wel recht. Hè, Belin? Soms uit de vrije pols is niet altijd handig natuurlijk. Het idee was goed. De uitvoering kon beter. Wie zei dat? Ik weet het niet meer. Nou. Dit dus. En dan heb je eigenlijk je vakjes al klaar. He, want dan is die zo. En dan heb je hier je eerste vakje. Dit is je tweede vakje geworden. En hier is je derde vakje. Hey, ik vind dit best heel mooi zo. Heel erg mooi geworden. Nou zeg, al zeg ik het zelf. Wat belangrijk is dat je nu even gaat lijmen. En met name de bovenklep is, de bovenklep is handig om te lijmen. Kijk, want die is nu nog open. En ik doe dus een beetje lijm op het bovenste gedeelte. Waar? Dus ik werk eigenlijk de hele tijd op het stukje waar dus alles, hoe zeg je dat, waar ik alles heb geknipt. Nou, wat je dan even nodig hebt is een stukje, een klein stukje
dubbelzijdig tape. Ik knip het altijd even door, want anders blijft er niet zoveel van je vakje over. Ik kijk even hoe lang die is, zo. En aan deze kant ook. En natuurlijk moet je hier even het vakje ook even een tapeje doen. De onderkant, maar dat is meteen de zijkant van het achtervak. Het kontvak. De kontzak. Zo. Zie? Nou, en dan pier je dit even los. Ik hoop dat het lukt. En dat lukt. Een beetje vlot doen, want anders is mijn lijn natuurlijk zo weer droog. Ja. En dan gooi je alles over naar de overkant. Nou, doe je even goed. Ja, dat alles goed gelijmd is en dat er ook geen bobbeltjes in zitten. Want omdat je toch wel wat dikke papier gebruikt, ja, het handige is met de 30x30 vellen om wat minder dik papier te gebruiken. Maar ja, dat is best moeilijk, want die vellen die zijn toch altijd vrij dik. Dus vandaar dat met name het vouwen ontzettend belangrijk is. Of het rillen. Zoals. Nou, en dan heb je dus hier ook een vak. Ja, en ik vind het dus leuk om hier een kriebeltje aan te doen. En dat doe ik met, even kijken, ik heb net deze gebruikt, dan gebruik ik deze nu weer. Hey, je kan zelf weten wat voor, het hoeft niet, je kan het ook gewoon zo laten. Zo. En nou, nu kun je het natuurlijk gaan versieren. Ik vind het leuk om dit keer dus washi tape daarvoor te gebruiken. En bij de Action heb ik heel leuk gekregen van iemand. Heb ik dus deze mooie tapejes gekregen. Dit zit in een doosje. Ik zal je het doosje laten zien. Kijk eens wat leuk. En er is ook nog een vintage doosje. En daar zit bijvoorbeeld een vosje in. En deze hele leuke honden tape. Maar natuurlijk ook de bloemetjes. Een leuke auto. Aardbol. Leuke met scharen. En allerlei andere dingetjes. Als je nou net begint met sneeuwmelen. Dan is zo'n doosje heel erg leuk. Omdat hij ontzettend veelzijdig is. Zoals je ziet zit hier bijna alle kleuren in. Behalve... Nou, paars zie ik niet zoveel, maar ja, ik weet niet of je nou van de paars wilt zijn. Deze is hartstikke leuk om te gebruiken. En daarnaast heeft Action op dit moment nieuwe washi tape en dat is deze. Dus 1,89 zijn in verschillende soorten te krijgen. Maar ja, ik ben voor de zomer een beetje in de aardbeien sherry, dus de kersen tape. Dus ik vond deze wel leuk. Misschien is het leuk om hier de kersentape te gebruiken. Even kijken. Of nee, ik ga voor een bloementapeje. Het is nog een beetje lente, begin van de zomer. Dus laten we beginnen met een mooi bloementapeje. Oeh, deze is wel heel mooi, maar die staat rechtop. Vind ik dus dan weer minder mooi. Even kijken, deze is ook leuk. Dus die kunnen we gebruiken. Wat zouden we nog meer kunnen doen? We kunnen nog even hierin bijvoorbeeld kijken. En dan vind ik deze er wel leuk bij. Ja. Dus die wel leuk. En even kijken. Die met het kroontje. Nee, deze wel. Die is dan ook wel leuk. Even kijken. Pak ik toch nog even het andere doosje voor een kleiner washi tapeje. En dan pak ik pak een keer een gouden en een lichtgroene.
Dan moet je kijken wat een mooie combinatie je hebt. Zo. En nou, dan denk ik dat ik deze hierop doe. Een beetje aan de bovenkant, zo. En wat ik dan leuk vind, is om de volgende, ik knip dat straks af hoor, deze te doen. Deze heeft, even kijken, leuk, mandarijntjes. Of zoiets. Nee, het hoort toch zo. Nou, leuk. Ik doe hem naar boven, want ik wil niet dat hij eronder uit piekt, zie. En wat ik dan wel wil, wat ik leuk vind, is om deze er dan onder te doen. Zodat je deze dan wel ziet. Net een klein detail. Hoeft niet hoor, maar ja, ik vind dat soort dingen leuk. En ik ben nou eenmaal de washi tape queen. Ik vind washi tape gewoon heel fijn om te gebruiken. Zo. Oh. En dan doen we deze nog eronder. En die doe ik dus dan wat meer naar boven. Zodat je die ook niet ziet als het klepje dicht is. En daar doe ik dan de gouden onder. Zo. En daaronder doe ik dan deze. Zie? Nou. Komt toch leuk uit zo. Kun je natuurlijk plaatjes erop doen. Wat je wil. Ik heb, dacht ik, plaatjes gekregen. In een sneeuwmeel. Ik zal eens even kijken. Maar eerst even de zijkant afknippen. Zo. Nou, dan in principe is die zo al redelijk klaar. Behalve, ik heb één ding vergeten. Kijk, het eerste vak moet nog even dicht. En dat is dit vak, hè, dat je zo dicht maakt. Dus daar doe ik nog, ik had nog een stukje tape. En door de vouw valt hij natuurlijk dicht, dus hoef je niet aan de onderkant te doen. Ik heb soms een beetje moeite met om hem los te krijgen. Hebben jullie dat ook? Hoe doe jij dat om de dubbelzijdige, die hele smalle tape los te krijgen? Zo, nou, dan hebben we hier dus het vakje. We hebben hier een vakje. En we hebben hier een vakje. Kun je dus een stukje draad nemen. Ik doe die dubbel. Ja, die kun je hier overheen leggen. Zo. En dan lijkt me het leuk om hetzelfde tapeje te gebruiken. Als ik al gebruikte, zo. Dat je dat een beetje recht doet. En wat dan handig is, als je dit stukje tape lekker naar binnen vouwt. Kijk, heb je het mooi afgewerkt. Nou, kun je het eromheen doen, zo. En dan kun je hem dichtstrikken. En even kijken voor een leuk bloemetje of zo. Nou, ik heb even een heel leuk plaatje gevonden. Van een auto met bloemetjes. Ik dacht, die past er leuk op. En wat ik dus dan grappig vind, is dat het plaatje er iets overheen hangt. Ja, vind ik dan leuk. Nou, dit is dan het tweede vakje. En dit is het derde vakje. En hier aan de achterkant. Plus het touwtje. En dan kun je hem lekker zo dicht knuppen. Even kijken.
dat ziet er dan toch weer gezellig uit. Hè? Dus zo maak je dat. Dus ik ben heel benieuwd of jij het leuk vindt om dit te maken. Mocht dat zo zijn, op de Facebookgroep Stilmail Inspiratie NL staat deze activiteit. En je kunt deze activiteit dus vinden op de Facebookgroep Stilmail Inspiratie NL. En het linkje daarvoor kun je vinden in de beschrijving. En die vind je altijd onder de video. Kun je altijd zo'n raampje uitklappen. En nou, daar staat ook bij over de Facebookgroep. Hey, en als je toch bezig bent, geef deze video even een duimpje. Daardoor word ik wat meer gezien door anderen. En als je nog niet geabonneerd bent, nou, wees welkom. Hartstikke leuk als je me gaat volgen. Ik zit ook op Facebook, Crea Blom, en op Instagram ook Crea Blom. Dit was het wat ik wilde laten zien. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Ik wens je een heerlijke dag, avond, nacht, wanneer je dit kijkt. En tot de volgende keer. Doedeloe!